Renault Antwerpen. De auto's van stad. De stemming is net afgelopen en die bracht vooral verdeeldheid. Ongeveer 50-50 is de uitslag van chauffeurs die terug aan de slag willen en chauffeurs die de acties willen voortzetten. Het was inderdaad nipt, ja, want eigenlijk heeft de meerderheid beslist om mee te gaan, maar je moet blijkbaar 2/3 meerderheid hebben. Dus, en daar zijn we niet aan geraakt. Blijkbaar de stemmen waren in de minderheid voor het staken en 1% in de meerderheid voor niet te staken, zou ik zeggen. Dus waarschijnlijk morgen rijden. Dus. De chauffeurs lagen de voorbije dagen onder vuur, omdat ze onverwacht niet meer uitrijden. En ook reizigersorganisatie Trein Trambus was niet te spreken over deze actie. Volgens de chauffeurs was er geen andere mogelijkheid meer. Wij laten onze klanten nu in de kou staan. Ja, correct. Maar dikwijls moeten wij onze klanten in de kou laten staan, omdat we veel te laat rijden. Omdat we gewoon niet meer op tijd geraken. Dat we mensen moeten zeggen, je kan niet meer op de bus, ons bus zit vol. En dat is gewoon geen dat met ons. En sinds september zijn wij er al voor aan het vechten om dat terug beter te krijgen, maar dat lukt blijkbaar niet. Ze zijn langs geen kanten tevreden. We hebben 4 dagen gaan staken en we hebben bereikt. Eigenlijk hebben we niks bereikt. Eigenlijk gaan we nu een klein beetje af. En dat is het laatste wat de mensen willen. Ze eisen maatregelen tegen de agressie, een betere communicatie en een andere regiomanager. De komende 14 dagen zal daarover onderhandeld worden. In principe moeten we morgen nu gaan werken en dan hebben we nu 2 weken voor te onderhandelen en dan kijken hoe dat verder gaat. En als het niet goed komt, ja, dan hebben we de 27e mei kunnen we terug gaan staken, bij wijze van spreken, want dat is een stakingsaanzegging geweest. Dan kunnen we beginnen terug de 27e mei.